Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag vrijdag. Gisteren heb ik nog redelijk hard doorgelezen aan het boek. Namelijk van de Zeven Zussen, het verhaal van Maya. Het was echt een mooi boek en ik kon echt niet wachten om het uit te lezen. Ik kan ook niet wachten om het vervolg te lezen. Ik heb nog een heel aantal boeken die ik daarvoor moet lezen. Voor 12 oktober, dus dat gaan we eerst doen. Hey, het is nu ongeveer tijd om te vertrekken naar mijn werk. Ik train momenteel niet buiten. Het is ook al licht geworden, maar ik vraag me af of dat droog gaat blijven. Dus ik ga sowieso wel mijn regenjas meedoen. Hey! Het is nu iets voor 1 uur en ik ben onderweg naar huis. Zoals je kan zien ben ik helemaal ingepakt in mijn regenjas. Want het regent. Daar straks was er een heel harde bui, dus ik heb die wel eventjes uitgehoord. En nu is het nog altijd wel aan het trainen, maar minder hard. Ondertussen luister ik naar een e-book. Wachten op mijn zusje om haar te krassen. Hey, ik ben naar de Albert Heijn geweest, ik ben naar de Decathlon en ik ben naar de Action geweest. Ik zal jullie morgen wel laten zien wat ik gekocht heb. Maar nu heb ik net gegeten en de Big Bang Theory gekeken. Ik ga nog een half uurtje lezen, maar daarna ga ik slapen. Voilà, een boek gekozen. Of, hier is een ander. Nee, toch niet. En ik heb een verrassing. Allee, niet echt een verrassing, maar het is wel heel erg leuk. Ik loop nu naar mijn gang. En
Sinds 1 juni heb ik eindelijk terug licht in mijn gang. Ik dacht namelijk dat eerst aan de huisvrouw was om dat te herstellen. Maar toen ik haar een berichtje stuurde, bleek dat toch voor ons te zijn. En het heeft zo lang geduurd voordat ik de huisvrouw een berichtje stuurde. Omdat mijn appartement zo rommelig was en nog altijd niet volledig uitgepakt was, dat ik dat niet zo wou laten zien. Dus nu is het zover. Licht in mijn hand. Morgen heb ik om 8:30 een afspraak bij mijn diëtiste en ik ga daar naartoe wandelen. Dus dat betekent dat ik dat ik best mijn wekker zet rond 7:45. Ik heb mijn gsm weggelegd, want gisteren had ik het niet gedaan. Toen was ik naast het feit dat ik al redelijk lang ben opgebleven om mijn boek te lezen, ook nog aan mijn tijd aan het verspillen. En nu ga ik mijn kaarsje aansteken. En nu ga ik lezen. Eigenlijk is het beter voor mij om een bril aan te houden, aangezien dat hij een blue filter heeft die het licht, die ja, filtert. Die ervoor zorgt dat je beter kan slapen en zo. Maar doordat die niet volledig is afgesteld op de breedte van mijn hoofd, valt hij een klein beetje af. En dat is niet zo handig. Dus daarom lees ik maar even zonder bril. Voor mensen die trouwens afvragen, ik weet niet hoeveel sterkte ik heb, maar ik wil dat wel weten. Het begon eigenlijk met het feit dat ik het bord niet kon zien. Nu is het ook al meer dan het bord alleen. Als ik mensen tegenkom op straat en ze lopen bijvoorbeeld een paar meter verder aan de overkant van de straat, ga ik de contouren zien, maar kan ik niet zien wie dat is. En zo lijkt het kadertje die nu aan de zijkant van mijn bedframe staat, kan ik ook niet zien wat dat erop staat, want de tekst is nogal klein. Dus ik heb van die dingen. Maar ik kan nog redelijk goed zien zonder bril. Dus ik zou het overleven mocht ik mijn bril even afkeer die aan hebben of zo. Ik kan nog zien. En ik heb ook een soort bolling, denk ik, op mijn ogen. Ja. Ik weet niet hoeveel of wat. Ik zou dat allemaal moeten bekijken. Ik moet morgen ook echt nog mijn papieren in orde doen, want ik heb nog superveel post die bekeken moet worden. En ik moet ook nog een keer mijn briefje van mijn bril doen in de CM-bus. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doedels!